In de stoel van Steins, vernoemd naar NRC-journalist Pieter Steins, krijgt de actualiteit een historische dimensie. En laten wij zien dat het heden nooit helemaal alleen staat. In de stoel van Steins zit vandaag professor Vincent Icke. Welkom. Over welke actualiteit gaan we praten? Het is een actualiteit die al heel erg een tijdje bezig en die heel erg lang zal blijven. Namelijk elektronische dossiers. Dat minister Klink buiten het parlement om mij een brief stuurt van die zwijgt stem toe dat ik in een elektronisch patiëntendossier kom. Ja. Dat Rauwvoet mijn 6,5-jarige dochtertje in een dossier wil ombrengen. En men die dat toestaat beseft niet dat je met één muisklik of twee misschien een compleet elektronisch persoonsdossier hebt met alles erop en eraan. Inclusief de gigantische gevaren die erachter zitten. Oké, dat is de actualiteit. Even een kort beeld daarvan. Ik vraag mij ook af, laten we maar even zeggen, bij wijze van voorbeeld, hoe de kleine André Rauwvoet het zou vinden om de rest van het leven in zijn dossier mee te nemen dat hij schaamhaar rond de penis krullend heeft in de kleur lichtbruin. Nou ja, en van dit soort die discussies dus. Ja. Maar nu, waar deed het u aan denken? Het deed mij denken aan een politieke satire uit 1726, gemaakt door Jonathan Swift. Ja. Jonathan Swift schreef toen een boek dat wij eigenlijk alleen nog maar kennen als een kinderboek. Gulliver's Reizen, Gulliver's Travels. Ja. Maar dat was scherp in die tijd. En het is het eigenlijk nu nog, want waar gaat het over? Het gaat over het bezoek, nou, je kunt niet zeggen zozeer een bezoek, maar een schipbreuk die Lemuel Gulliver leidt. Hij is scheepsarts, zijn schip vergaat, hij spoelt aan op een gegeven moment. Kijk, dit is hem. Natuurlijk net zo geschilderd als zijn schrijver in 1726. Ja. Hij spoelt aan op dit eiland, het eiland Lilliput. Ja. Dat is een klein beetje in de buurt van Java of Sumatra of daaromtrent. En hij is... En dat is heel opvallend, zoveel groter dan die bewoners daar, dat er wel een reus lijkt. Dat is gewoon mensen zoals u en ik, maar die lilliputters zijn 15 centimeter groot. Hij komt op het strand terecht, er ligt daar voor pampus, om het zo maar eens te zeggen, ook al is het dan op lilliput. Ja. En wat gebeurt er? Al die lilliputters die doen draden over hem heen om hem vast te maken. Hij ligt daar te slapen en een enkele draad doet hem niks. Nee. En twee ook niet en drie ook niet. Maar dat is het gevaar, die vele draden samen. Het is net hetzelfde als al die verschillende entries in zo'n persoonsdossier. In alle andere dossiers die er zijn. Kijk, deze lilliputter hier. Deze lilliputter, dat is Rauwvoet. En die is bezig met hier een kinddossier aan te leggen. En deze lilliputter daar, dat is Klink. Die is ook bezig een draadje te spannen. En dat merk je nog niet zozeer. Maar dan komt er iets anders. Roept u maar. Hè? Je OV-jaarkaart, je spitsvignet. Sofie-nummer. Oh. Dit draadje is je Sofie-nummer. Kijk eens in het telefoontje. Het is wel 1726, maar hij heeft toch een mobieltje. En dat mobieltje weet op de meter nauwkeurig waar je bent. Met je auto weten we precies waar je bent vanwege het rekeningrijden. Enzovoorts. Enzovoorts. Met andere woorden, enzovoorts. Al die draden. Wij zijn gevangen, zo langzamerhand. Nog niet. In databases. Nog niet, maar wat is het? Er wordt gezegd van, nou, dat is helemaal niet zo gevaarlijk. Joh. Dat is net als een ouderwetse kaartenbak. Maar iemand die zegt dat een computeraccount net zoiets is als een kaartenbak, die is ofwel dom, of te kwade trouw, of beide. Want wat is het verschil? Kijk eens. Als je gaat kijken naar hoe het met die draden zit, hier op zichzelf, dat zijn gewoon een paar draadjes. Dat maakt verder niet uit. Maar een computer werkt anders. Een computer maakt combinaties. Hoeveel combinaties kun je maken? Als je 4 kaarten hebt, kan een computer 6 unieke combinaties maken. Heb je er 10, zijn het er 45. 1000 kaarten zijn alleen maar 1000 kaarten in een schoenendoos als ze van karton zijn. In een computer zijn 1000 accounts bijna 500.000 mogelijke combinaties. Enzovoorts, enzovoort. Wat er maar dus wat gebeurt er dan? Welk panorama schetst u? Dat web, dat spint zichzelf. En in dat web kom je gevangen te zitten als je gewoon blijft dutten en verder niets aan doet. Dus wat er op een gegeven ogenblik gaat gebeuren is het volgende. Schets soms de apocalyps. Een of ander iemand bij de Raad voor de Kinderbescherming of bij de jeugdzorg of zo, die gaat een profiel voor ons maken. En wat er dan gebeurt, dat laten ze los op die database en er wordt jouw kind uit huis geplaatst. En papa en mama kunnen daar niets aan doen. Want papa en mama hebben liggen slapen toen zij muurvast werden ingesponnen door al die lilliputters met al die draadjes. Wat een schitterend verhaal. Helaas. We zijn er stil van. De toekomst is inktzwart. Maar we danken u voor deze prachtige parabel. Dank u wel. Graag gedaan. Vincent Icke.